Het is vandaag Wereldschildpaddendag. Nou hebben we volgens mij vorige maand al schildpadden getekend. Of was het deze maand misschien zelfs nog, begin deze maand. Maar laten we die schildpad nog eens even goed gaan bekijken. En misschien kunnen we ook eens een stripfiguur van de schildpad maken. Doe je weer mee? Ja, vandaag is de Wereldschildpaddendag. Maar we hebben al heel wat schildpadden getekend. Dus we gaan vandaag een stripschildpad tekenen. Nou, wat een hele bekende stripschildpad is natuurlijk de... ik weet niet of jullie ze nog kennen. Maar dat waren de... Ninja Mutant Turtles. Zo. Ik teken maar wat, hè. Het is natuurlijk niet echt een Ninja Mutant Turtles zoals ze in de film zaten of in het... Zo. Dan zoeken we een schild op een... Ja, natuurlijk hebben ze een schild op hun rug. Het is ook weer daar. Maar daar zat er dan zo'n van die samurai zwaarden. Volgens mij is dit niet echt een samurai zwaard. Maar goed. De Ninja Hero Turtles. Ja, sommigen zie je ook een schildpad tekenen. En dan heb ik het idee, ja, het is net een dinosaurus. Ja, dan tekenen ze zo een schildpad. En dan hebben ze hier het schild. Dan denk ik, ja, maar dat heeft zo'n schildpad wel zo'n lange nek? Dan denk ik van, ja, volgens mij klopt dat niet helemaal. Maar goed, ja, het is wel een leuke karikatuur, zeg maar, van een schildpad natuurlijk. Wat kan je nog meer? Een bange schildpad kan je natuurlijk ook nog tekenen. Zo... Zo. En dan. Zoiets, hè. Een bange schildpad in zijn schild. Ligt te rillen. Zou ook nog kunnen. Ja, er zijn verschillende soorten schildpadden natuurlijk. Zo. Ik zou zeggen, ga zelf ook eens aan de slag met schildpad tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.